Goedenavond allemaal. Welkom bij deze feestelijke slotbijeenkomst van de Inwonersadviescommissie. Welkom aan allereerst natuurlijk de leden van de Inwonersadviescommissie, raadsleden, collegeleden, medewerkers, collega's van de gemeente Zeist en natuurlijk ook welkom aan de mensen die via YouTube meekijken of die via Slotstad TV meekijken. We gaan er een mooie feestelijke avond van maken. Mijn naam is Suzanne Jansen, ik ben coördinator van Samen in Balans. En vanavond ben ik jullie avondvoorzitter. En we hebben drie punten op het programma staan. We beginnen zo meteen met een interview met de burgemeester Koos Jansen over de Inwonersadviescommissie en het traject waar we zijn geweest en waar we nu staan. En vervolgens het startpunt van de avond is dat de Inwonersadviescommissie de leden van de IAC die zullen korte presentaties geven over een aantal voorstellen. Niet allemaal, het zijn er in totaal ruim 60 die ontwikkeld zijn. Kunnen ze niet allemaal volledig presenteren, maar wel een heel mooi inkijkje geven in de opbrengst. En tenslotte, waar zijn we vanavond ook voor? Natuurlijk is om het eindrapport met al deze 60 voorstellen, ruim 60 voorstellen, te overhandigen aan de gemeenteraad en aan het college. En dan ronden we rond 9:30 deze avond af. Dan wil ik als eerste beginnen met een kort interview met de burgemeester. Burgemeester Koos Jansen, hoe kijkt u terug op de afgelopen periode? Ja, dat is niet in een paar woorden te zeggen. Dus als u er even voor gaat zitten, dan zitten we er vermoedelijk om 12 uur vanavond nog. Maar ja, ik vind het overweldigend geweest. En uiteindelijk kom ik ook bij de inwoners zelf terecht en de inwonersadviescommissie, de leden. Maar ik wil even beginnen met de begeleiders. Want ook voor de begeleiders is het gewoon een heel spannend karwei geweest. Ze hebben zich de afgelopen maanden met ziel en zaligheid gelegd in het ondersteunen van de inwonersadviescommissie. En dat hebben ze gedaan naast ander werk, al heeft dit wel heel veel energie en aandacht gevraagd en ook natuurlijk opgeleverd. Maar ze hebben zich geweldig gebogen over ook voor hen een onbekend terrein, het begeleiden van de inwoners om bepaalde vraagstukken op te lossen. En ik heb wel gemerkt de afgelopen weken, ze hebben mij niets verteld over de inhoud van het werk, maar ze hebben heel veel energie opgedaan. En ze denken er heel erg positief over. En ze hebben er mede aan bijgedragen dat er vanavond natuurlijk de dingen gepresenteerd kunnen worden en dat er een mooi resultaat gedeeld kan worden. Maar ik denk aan alle medewerkers, aan de procesbegeleiders, aan de inhoudelijke verbinders, aan medewerkers in werkgroepen, projectgroepen en de stuurgroep. En aan al die collega's die op de een of andere manier de afgelopen tijd geholpen hebben, ondersteund hebben de inwonersadviescommissie en de individuele bewoners. En ze hebben dat, ik zei het al, naast hun gewone werk gedaan. En dat ook nog in coronatijd. Dus als je tegen mij zegt van hoe is de afgelopen periode, dan is een klein onderdeel daarvan, is ook een belangrijk onderdeel. En dat is de grote waardering naar de medewerkers die hun schouders eronder hebben gezet. Nou, ik denk dat de medewerkers het heel fijn vinden om te horen. Maar dat toch even, hoe zijn we hier in deze bijeenkomst op dit punt aanbeland? Nou, we zijn een paar maanden geleden gestart. Het begon eigenlijk toen het besef van een grote financiële uitdaging steeds urgenter werd. Er waren kosten van de zorg, de kosten door corona. Het Rijk geeft gemeenten onvoldoende budget voor de taken. En dat betekent dat alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven op de een of andere manier opnieuw bekeken moesten worden om zo het huishoudboekje weer in balans te krijgen. En de gemeenteraad in Zeist die heeft er bewust voor gekozen dat we de inwoners hierbij moeten betrekken. En ja, de redenering daarbij was, ja, de keuze die je uiteindelijk maakt in de gemeenteraad, ja, dat raakt iedereen en dan past het bij het DNA van Zeist
om dat dan ook samen op te pakken. Nou ja, je leest steeds meer over geloten burgerraden. Nou ja, wij hebben het gewoon gedaan. Niet praten, maar eraan beginnen. En het was zonder meer hartverwarmend dat heel veel inwoners daar enthousiast op hebben gereageerd een paar maanden geleden. Van de bijna 1000 aanmeldingen, ik vind het aantal nog steeds onvoorstelbaar, bijna 1000 aanmeldingen, daar hebben we uiteindelijk 150 mensen op een speciale manier ingelood. En zij, die 150 mensen, die hebben keihard gewerkt, kan ik zeggen, om voorstellen te bedenken die de gemeenteraad helpen om de begroting weer in balans te krijgen. Op 12 januari hadden we de installatiebijeenkomst. Op 18 februari hadden we een bijpraatmoment tussen de inwonersadviescommissie en de gemeenteraad. Gewoon eens even met elkaar in gesprek van, joh, hoe loopt het nu? En nu zijn we vanavond ook weer bijeen. De afgelopen weken hebben de leden van de commissie nog een flinke eindspurt getrokken om vandaag hun advies, de hele verzameling voorstellen, aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. En ja, ik kan zeggen, ik ben gewoon ontzettend trots, ongelooflijk trots dat we hier zijn aangeland. Ik heb het enthousiasme ervaren waarmee de inwoners aan de slag zijn gegaan. Ze hebben ontzettend veel creativiteit getoond, dat heb ik wel gehoord, hè, van jou, Suzanne, als projectleider, en van je collega's, Sam Voren en de andere mensen. Veel creativiteit. Maar er is ook heel veel gevraagd aan inspanning van de inwonersadviescommissie en individuele leden. Soms bekroop ons wel het gevoel, vragen we niet te veel. Maar het is gelukt. De eindstreep is gehaald. En ik ben gewoon ontzettend benieuwd naar het eindrapport. Mooi. Dankjewel. Ik denk dat het heel herkenbaar is voor alle aanwezige IAC-leden dat het echt drie spannende maanden waren, dat er ontzettend hard gewerkt is. En ik denk dat iedereen ook heel erg benieuwd is naar de korte presentaties die nu gaan volgen. Hoe gaan we dat doen? We hebben afgelopen maanden in 6 themagroepen gewerkt. En elke themagroep die zal een korte presentatie geven van ongeveer 4 minuten. Tussendoor zal ik vragen aan de IAC-leden hoe ze het hebben ervaren. Dus dan krijgen jullie het inhoudelijk beeld van de voorstellen die gepresenteerd worden, maar ook nog een gevoel van hoe de mensen het ervaren hebben. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Daar zijn we ook vanavond voor bij elkaar. We beginnen met themagroep 1. Dat is bestuur en financiën. En daarvoor wil ik vragen of Bayan Oskaya aanwezig is en haar microfoon aan kan zetten. Ja, dag Suzanne. Welkom Bayan, hartstikke goed. Jij mag de spits afbijten vanavond. En ik begreep dat jullie met z'n drieën zijn vanuit de themagroep die met z'n drieën een korte pitch gaan houden, dat jullie elkaar ook aankondigen. Ja, neem ons mee in jullie voorstellen. Succes. Dankjewel. Zeist, een dorp waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 838, ons dorp. Wij zijn trots op Zeist en we willen behouden wat is en verbeteren wat kan. Aan ons gaf de gemeente de taak om te dromen over een mooier Zeist en te beoordelen of het mogelijk is de financiën strakker, de diensten efficiënter en de kosten lager te krijgen. Dit zonder dat het ten koste gaat van onze gemeente. Wij als subgroep binnen bestuur en financiën hebben onze visie vertaald naar 4 voorstellen. En wij geloven dat wij met die voorstellen samen de gemeente weer in balans zullen krijgen. Op het gebied van organisatie dienen de tactische en operationele diensten gerichter samen te werken. Hierdoor kan er structureel bespaard worden op onderhoudskosten en gestuurd worden op een courante vastgoedportefeuille. Doorgaan op de oude voet zal leiden tot een verdere aftakeling van het dorpscentrum en diverse maatschappelijke voorzieningen in de gemeente. Daarnaast kan de gemeente op het gebied van sporten en ontmoeten een boost gebruiken. Een versnipperd landschap van losse sportlocaties is verleden tijd. Wij zijn van mening dat gedegen sportcentra, waar je niet alleen kunt sporten, maar elkaar ook kunt ontmoeten, de gemeente naar de toekomst zullen schieten. Ook het centrum van Zeist is toe aan een opknapbeurt. Dat is immers dé plek waar Zeistenaren elkaar ontmoeten. In dat kader hebben wij diverse voorstellen bedacht om een verouderd en lawaaierig centrum te transformeren in een vitaal, autovrij en cultureel centrum.
Tot slot, elk ISC-lid kon als beloning opteren voor onze eigen munt, de Zeister knoop. Laten we de munt die ons verbindt en lokale aankopen stimuleert promoten, zodat wij Zeistenaren samen de gemeente weer in balans krijgen. Dit is onze visie. Voorkom dat een droomstad verandert in een spookstad. Graag geef ik dan nu het woord aan de volgende spreker, Gerben van Kempen. Dankjewel, Bejan. En goedenavond allemaal. In de subgroep van 7, waar ik deel van heb mogen uitmaken, hebben wij 4 voorstellen opgeleverd. Het eerste voorstel is gericht op een personele inkrimping van de ambtelijke organisatie, met een focus op digitalisering en overcapaciteit. Dit kan aanvullend worden gezien op de taakstelling die er al ligt vanuit fase 1, echter dan met als doel om aanzienlijk meer dan de gestelde 500.000 te bezuinigen. Het tweede voorstel is complementair aan het eerste en gaat meer de diepte in op een bezuiniging op de dienstverlening van de gemeente door middel van digitalisering. Het derde voorstel gaat in op de manier van burgerparticipatie bij met name grote projecten in de gemeente. Hierin wordt gepleit voor een vorm van burgerparticipatie die slagvaardiger en effectiever is door kortere en meer concrete trajecten op te stellen. In het vierde voorstel van onze groep wordt de burger op zijn eigenaarschap van onze gemeente Zeist aangesproken met als doel het creëren van een gemeente waarin Zeistenaren worden gestimuleerd om mee te doen. Het verbeteren van de cohesie in de wijk als gevolg en de lokale kennis van de inwoners en ondernemers te gebruiken bij grote projecten. Dan nu voor de derde subgroep van ons thema bestuur en financiën staat meneer Heijmans klaar. Ja. Jaap, ik geef het woord aan jou. Kom maar. Ik vrees dat Jaap niet aanwezig is. Ja, hij is er wel. Zeg maar. Ik zie hem wel. Jaap staat op gemute. Ritske, kan jij even helpen met unmuten? Is nu voor elkaar, toch? Ja. Ja, luid en duidelijk. Goed zo. Onze subgroep heeft zich bezig gehouden met 3, ik mag wel zeggen, zware onderwerpen. Het sociaal domein, de OZB en de ontoereikende rijksbijdrage voor jeugdzorg en WMO. In de eerste plaats het sociaal domein. Het is met de beheersing van de problemen van het sociaal domein slecht gesteld. Dat uit zich op 3 fronten. De interne organisatie van het domein, de geringe greep op de materie van de politiek verantwoordelijken en C, een kostenbeheersing die naam niet mag hebben. Tegenover de indicatiestellers, tegenover de zorgaanbieders en tegenover Den Haag wordt onvoldoende tegenwicht geboden. Vooropgesteld dat zorg gegeven moet worden wanneer die nodig is, zijn onze aanbevelingen in hoofdzaak: A. Stel met prioriteit een plan van aanpak vast voor het sociaal domein. B. Laat het functioneren van het sociaal domein extern doorlichten. En C. Benoem het sociaal domein tot prioriteit en belast een wethouder, na de verkiezingen dus, met de coördinerende rol voor het sociaal domein. 2. De OZB. Onze groep stelt met nadruk dat de opbrengst van de OZB bedoeld is om het niveau te handhaven van de voorzieningen voor burgers en bedrijven. Dus niet om mede daarmee de door Den Haag over de schutting gegooide taken te financieren. Wij achten het zeer gewenst dat nog de huidige raad een scenarioonderzoek laat uitvoeren naar de taken en voorzieningen die vanuit de OZB bekostigd worden en de daarvoor noodzakelijke opbrengst van de OZB om zo tot een meerjarenbeleid te komen, ook ten aanzien van het heffingspercentage. Het is onze subgroep opgevallen dat het totaal der WOS-waarden in Zeist met 7% is gestegen, terwijl de OZB daarop ruim achterblijft, doordat de Raad het heffingspercentage 2021 met ruim 4% naar beneden heeft bijgesteld. 3. De Rijksbijdrage. De tekorten vanwege de kosten van jeugdzorg en WMO zijn in de begrotingen 21 en 22 gemaskeerd door benutting van de algemene reserve, die naar ons idee daar niet voor bedoeld is, terwijl de geprognosticeerde positieve saldi
voor 23 en 24 ons niet realiseerbaar lijken. Onze subgroep beveelt u als raad aan om in eerste instantie het Rijk aansprakelijk te stellen voor het dekken van het verschil tussen de kosten van jeugdzorg en WMO en de daarvoor ontvangen middelen. Dat kan ons inziens het duidelijkst door in de begroting 22 een post op te nemen ter grootte van het bedoelde verschil onder de titel te verwachten bijzondere verhoging van de Rijksbijdrage. En voor zo'n stap ook publicitaire aandacht te zoeken. Onze subgroep beseft donders goed welke consequentie het presenteren van een niet sluitende gemeentebegroting heeft. In tweede instantie kan alsnog een aanpassing plaatsvinden. We hebben met plezier onze taak, en nu praat ik voor de hele themagroep, we hebben met plezier onze taak als IAC-lid vervuld, ook dankzij de begeleiders en de medewerkers waar de burgemeester het al over had, en we hopen dat onze adviezen en aanbevelingen de aandacht van de raad zullen krijgen. Wij zijn na vanavond beschikbaar, als u dat wenst, voor raadscommissies en fracties. Bedankt. Hartelijk dank voor deze drie heldere presentaties. Heel veel informatie. Ik denk dat iedereen heel erg nieuwsgierig is geworden om de voorstellen verder te lezen, in detail door te nemen op uw gemak. Dit kan allemaal. Uiteraard wordt zo meteen het hele eindrapport aangeboden aan gemeenteraad en college. En vanaf in ieder geval morgenochtend staat het live op de website. Dank voor deze korte presentatie nogmaals. Er werd dan natuurlijk al even iets gezegd over jullie beschikbaarheid ook na vanavond voor eventuele vragen. Dat is heel erg fijn. Toch nog een korte vraag aan Gerben. Hoe heb jij het hele proces ervaren de afgelopen 3 maanden? Als pionieren, denk ik. Het was voor iedereen, voor de begeleiders en voor de commissieleden best wel zoeken. Wat wordt er precies van ons gevraagd? Wat gaan we bereiken in die 3 maanden? Hoe gaan we erheen werken? Het was best wel een lastig proces. En het is natuurlijk ook niet echt dat je het ergens kan afkijken dat het eerder gedaan is. Dus we vonden het eigenlijk in eerste instantie met name heel knap dat het op deze manier handen en voeten heeft gekregen. En ook gaandeweg de meetings die we gedaan hebben, vanaf de eerste vergadering tot aan het opsplitsen in de subgroepen, zeg maar. Ik denk dat het proces aan zich heel, heel goed verlopen is. En we hebben heel veel leuke inzichten gekregen. We hebben als inwoners echt ons woordje kunnen doen, heb ik wel het idee. Dus dat is erg leuk. Leuk, nou goed om te horen. En is er iets wat je meeneemt uit de afgelopen 3 maanden, of je denkt, dit weet ik over 5 jaar nog steeds van deze afgelopen 3 maanden? Ik denk dat het hele idee van de IAC, dat inderdaad misschien niet in de huidige vorm. Het is best wel een intensieve manier van communicatie en dergelijke natuurlijk. Maar een vorm van een burgerpanel in Zeist, dat lijkt me een hele goede om dat zeker aan te houden. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Gerben voor een kort inzichtje. Dank ook Bijan, Jaap. Voor jullie presentaties. Ik zie dat Jaap al lekker aan de borrelnoot is. Nee. Nee, dat is voor straks. Oh, dat is voor straks. Heel goed. Ja, heel goed. Gewoon een dropje. Oh, kijk, een dropje. Nou, de kop is eraf. Jullie weten allemaal hoe het te doen staat. Themagroep 1, hartelijk dank voor jullie presentaties. Dan wil ik graag themagroep 2, activiteit en gezondheid, uitnodigen. Om te beginnen met Frank Bartels. Ja, goedenavond allemaal. Frank, je bent er. Yes. Goedenavond allemaal. Thema groep 2. Het eerste voorstel wat ik ga presenteren gaat over het centrum. Wij hebben als voorstel om een fantastisch nieuw cultureel centrum in het hart van Zeist te realiseren. En hiermee een ongelofelijke boost te geven aan de sfeer en de levendigheid in het centrum. Nou, wat willen we concreet voorstellen? We willen de activiteiten die nu worden geleverd door IDEA, Kunstenhuis, De Peppel en het gesubsidieerde deel van Figi samenbrengen in 1 gebouw. En we willen in dit gebouw ook studieplekken, werkplekken, atelierruimte voor kunstenaars en verschillende activiteiten voor de jeugd gaan aanbieden. Uiteindelijk, wat levert dit voorstel op? Nou, er is natuurlijk een investering nodig.
Maar we denken dat we ook zeker besparingen kunnen gaan realiseren. We denken dat we op efficiëntie, dus dat is het beter samenwerken van de verschillende partijen en de back-office en de organisatie, tussen de 250 en de 500.000 euro per jaar kunnen gaan besparen. Daarnaast denken we dat we ook een betere aansluiting van het culturele programma op de behoeftes van de inwoners in Zeist extra besparingen kunnen opleveren. Daarnaast denken we dat er nog andere opbrengsten mogelijk zijn. We hebben gekeken naar een benchmarkstudie met verschillende andere vergelijkbare gemeenten. En we zien dat die ook meer opbrengsten op cultuur binnenhalen dan dat Zeist doet. We denken dus dat in het nieuwe gebouw door het verhuren bijvoorbeeld van werkplekken extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. En we zitten ook te denken aan nieuwe abonnementsvormen. Hè. Door het extra aantrekkelijk te maken van cultuur kun je ook nieuwe abonnementsvormen gaan aanbieden. En daardoor meer opbrengsten binnenhalen op cultuur. Hierbij verwachten we ook dat we tussen de 250 en de 500.000 euro per jaar aan inkomsten kunnen genereren voor de gemeente. Nou, stel dat we nu kijken naar het gebouw van de Klinker. Daar is al naar gekeken als een mogelijke plaats voor dit gebouw. Dan ligt daar ongeveer een investering van 1,6 miljoen is daarvoor berekend. Nou, als we kijken naar extra kosten die er mogelijk nodig zijn voor uitbreiding of voor integratie. Stel dat we daar 2 miljoen op investeren. Dan kunnen we nog steeds over 10 jaar een prachtig rendement van tussen de 35 en de 50% realiseren op deze investering. Bij deze wil ik dan ook de gemeenteraad vragen om serieus naar dit voorstel te kijken. En ook echt om ambitie te tonen. Om iets prachtigs te realiseren voor de gemeente. En ook om het centrum een echte boost te geven. Bedankt. Dan neem ik het graag even over. Beste mensen, jullie moeten het wegen een technisch probleem even zonder mijn webcam doen. Hopelijk doet dat niet af aan de mooie boodschap die ik voor jullie heb. Die gaat namelijk over ons tweede voorstel, biodiversiteit door de buurt. Met dit voorstel streven wij ernaar om de betrokkenheid van de inwoners te verhogen, door een groter deel van het groenbeheer weer in handen van de bewoners te brengen. En daarmee indirect en direct de biodiversiteit in Zeist te verhogen. Dit voorstel bestaat uit 5 pijlers in totaal. En het eerste pijler is dat wij een pilot zouden willen zien ontstaan. Een pilot van 1 jaar om dit concept uit te proberen en daarvan te leren. En daaraan gekoppeld is eigenlijk dat we die pilot zo goed als mogelijk meetbaar willen maken. Met een meetbaar einddoel en eventueel andere aspecten die bijgehouden worden, zodat ook achteraf gereflecteerd kan worden. Onze derde pijler is de wijkgroenmanager. Dat is eigenlijk hetzelfde als de wijkmanager van de gemeente, maar dan net iets groener. Dit betreft een centraal persoon in een wijk of in een gebied, waarbij alle mensen in Zeist met hun ideeën en hun initiatieven over biodiversiteit terecht kunnen, om dan het gesprek aan te gaan van, kan een voorstel uitgewerkt worden en hoe kan dat opgepakt worden? Onze vierde pijler is dat de gemeente dan een oproep doet, eigenlijk net als met de IAC, naar alle inwoners om met hun ideeën over biodiversiteit naar hun wijkgroenmanager te gaan, om op die manier de voorstellen uit te werken en op die manier op kleine plekken en op veel plekken in Zeist de biodiversiteit te verhogen. Onze vijfde pijler, die betreft een bonus. En als je graag wil weten wat die bonus is, zou ik jullie van harte aanraden om ons voorstel te gaan lezen. Want niet alleen hebben wij een mooie bonuspijler, maar ook verwachten wij flink wat te gaan besparen. Maar ook die besparingen, daarvoor verwijs ik jullie graag door naar ons voorstel. Dank jullie wel. Dank je wel, Xander. Dan Lisanne de Jonge. Ja, beste bewoners van de gemeente Zeist. Een hechte samenleving in onze gemeente, dat willen we toch? Nou, ik zie jullie nu hopelijk allemaal ja knikken. Dat willen wij bereiken door middel van een app. Wij zagen dat het aanbod van vrijwilligerswerk nu nog niet bekend was onder de bewoners en met name onder de jongeren. Daarom een app die alle bewoners bij elkaar brengt om samen vrijwilligerswerk uit te voeren. Verenigingen, scholen, bedrijven en individuen. In deze app is het voor iedereen mogelijk het aanbod te zien en hierop te reageren. Als presentje voor het harde vrijwilligerswerk zouden we de Zeist knoop willen gebruiken.
Met deze app zal de vraag naar vrijwilligerswerk makkelijker worden ingevuld, doordat de app zorgt voor meer bekendheid naar dit aanbod en het makkelijker maakt hiervoor aan te melden. Het doel? Verbinden van alle inwoners van Zeist aan het beschikbare vrijwilligerswerk, zodat we een grote doelgroep raken en meer maatschappelijk betrokkenheid creëren bij alle inwoners van onze gemeente. Dankjewel, Lisanne. Nou, drie duidelijke presentaties met nog teasers om meer te gaan lezen. Dank jullie wel, alle drie. Lisanne, mag ik jou vragen hoe jij de afgelopen drie maanden hebt ervaren? Ja, ik vond het wel heel nieuw en interessant en wel een leuke ervaring, omdat het is heel anders dan hoe ik bijvoorbeeld mijn schoolmeetings hou en zo. En het ideetjes bedenken van eerst dromen gaat wel voor hele inventieve ideeën. En ik heb het wel als goed ervaren en als een interessante ervaring. Had je al, was je eerder met de gemeente in aanraking gekomen? Of is het een hele nieuwe manier van bezig zijn met wat er in de gemeente gebeurt? Nee, eigenlijk nog nooit. Ja, het enige een paspoort of zo aanmaken op het gemeentehuis, dat was het al een beetje. Maar dus dat vond ik ook wel leuk. En daardoor trok het me ook wel aan. Ik dacht, dat is weer wat nieuws. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Laten we dat proberen. Ja, en als er nou volgend jaar een vergelijkbare vraag zou komen. Je ontvangt weer een brief met wil je meedoen aan. Zou je dan nog een keer meedoen? Of zeg je van ik heb het wel één keer wel gezien? Ik zou het wel even overwegen. Want ik vond het wel heel interessant om mee te maken. Maar ik merkte ook soms dat meetings best langdradig kunnen zijn. Ik zou het overwegen. Ja, er werd veel gepraat. Oké. Nou, dankjewel Lisanne. Leuk om zo even jouw ervaringen te horen. Doordat ik een galm had. En dan krijg ik door dat ik ietsje te zacht ben. Dus ik kijk even naar de techniek aan de rechterzijde. Is het zo goed? Oké, dan ga ik een beetje meer in de microfoon praten. Nou, hartelijk dank ISC-leden van themagroep 2. Ik denk dat iedereen, ook jullie voorstellen, nieuwsgierigen tot zich gaat nemen, zo snel mogelijk. Dan wil ik graag themagroep 3 uitnodigen. En daarvoor zijn een aantal dia's die klaarstaan. En als die gedeeld worden, daar hebben we de allereerste al, heel fijn. Dan wil ik graag het woord aan Ineke de Geer geven. Deze pitch namens ons twee vrouwsgroepje gaat over gecombineerde woonvormen inclusief tiny houses en had-eenheden. Ons voorstel behelst gecombineerde woonvormen met tussen de bewoners onderling gemaakte vaste afspraken voor het verlenen van vrijwilligerswerk. Dit is ter kostenbesparing binnen het sociaal domein en tevens als een oplossing voor woningzoekenden in alle volwassen leeftijdscategorieën. Een samenlevingsvorm met meerdere generaties, waarbij vanaf de start specifieke afspraken worden gemaakt, welke kunnen leiden tot sociale cohesie, met op diverse niveaus een win-win situatie. Gecombineerde woonvormen op één terrein, te realiseren via bijplaatsing, bijbouwen en ombouwen van en op deels al bestaande locaties. Kostenbesparing door een constructie met afspraken gemaakt bij de start van het project. Ten eerste, bewoners van de verschillende woonvormen bieden elkaar naar vermogen hulp als vrijwilliger. Ten tweede, specifiek voorzieningen kunnen worden gedeeld. Ten derde, doorstromingsmogelijkheid voorkomt duurdere woningaanpassingen voor ouderen. En preventie door sociale cohesie kan ook leiden tot een kostenbesparing op meerdere vlakken binnen het sociaal domein. En alles is verder uitgewerkt in ons voorstel. En ik geef graag daarna het woord aan Danielle. Dan zag ik op het lijstje zo tenminste dat Danielle mijn opvolger is in deze. Ja. Nou, hallo allemaal. Jongeren zitten al bijna een jaar thuis vanwege corona en hebben minder contact met anderen dan ooit tevoren. Wij willen met dit plan ervoor gaan zorgen dat jongeren een jumpstart kunnen maken na de coronacrisis en het normale leven zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Dit namelijk door een festival te laten organiseren door scholen in samenwerking met het bedrijfsleven en de jongeren zelf.
Dit festival is erop gericht om jongeren van alle wijken en scholen in Zeist met elkaar in contact te brengen, om zo de kloof tussen subgroepen te verkleinen. Maar dat is niet alles. Het bedrijfsleven gaat een grote rol spelen in de sponsoring van dit festival. Deze bedrijven komen op het festival in contact met jongeren om ervoor te zorgen dat jongeren en bedrijven elkaar beter kunnen vinden voor werk- en stagemogelijkheden. De directe opbrengst van het festival is ongeveer €250.000. Als het aan ons ligt, wordt dit bedrag in de gemeente Zeist besteed aan een project gekozen door de jongerenraad. Hoe het plan verder ligt, hoe het plan verder in elkaar zit, is ook te zien in het rapport. Dus dankjewel. Dankjewel, Danielle. Heel duidelijk. Lisbeth Noor. Ja, goedenavond allemaal. Ik hoop dat ik te horen ben, want dat was de eerdere vergaderingen niet altijd het geval. Ja, je bent heel duidelijk te horen. Zeist biedt een groot en divers aantal zorgvoorzieningen aan. En binnen het aanbieden van deze zorgvoorzieningen zien wij met ons subgroepje 3 punten waarop verbeterd zou kunnen worden. 1. Het aanbieden van 1 helder, goed vindbaar loket, waar eerst bepaald wordt of informele hulp kan worden ingezet. 2. Het toepassen van strakke monitoring op het gebruik van toegewezen voorzieningen om te bepalen of deze daadwerkelijk worden gebruikt, of de voorziening datgene is wat nodig is en of de zorgvraag misschien inmiddels is veranderd. En 3. Zorg voor inzicht in de gemaakte zorgkosten en de te verwachten kosten, waardoor bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met verwijzers voor jeugdhulp en door het afspreken van een jaarbudget per verwijzer, zodat bij overschrijding met hen overlegd kan worden. Heel erg in de notendop, onze 3 voorstellen. En dan zou ik zeggen, kunnen we door naar Ans Liesker. Minder jeugdzorg nodig door vroege signalering. Wij willen voor de middelbare scholieren en studenten een ontspannen en gezonde leefstijl creëren. Voor de brugklasses en de tweedejaars is na de basisschool de verandering naar de middelbare school erg groot. Ze krijgen te maken met prestatiedruk, stress of een ontwikkelingsstoornis. Dit leidt tot meer jeugdzorg. Door de uitval en tussenuren te gebruiken voor een gezonde en ontspannen tijdbesteding raken ze niet tussen wal en schip. Hiervoor zetten we studenten in voor het leven van belangrijke vaardigheden, geven van voorlichting en sport. En ook dat ze niet perfect hoeven te zijn. Ook de transitie van de middelbare school naar een vervolgopleiding wordt door velen als stressvol ervaren. Wanneer de scholieren met problemen te maken krijgen, zullen ze dit eerder met studenten bespreken. Die zijn hun voorbeeldfiguren en ze begrijpen elkaars taal. Dit leidt tot vroege signalering. De studenten krijgen een stageplek of bijbaan. Ze raken meer geïnteresseerd in het onderwijs en krijgen meer verantwoordelijkheidsgevoel. Dank u wel. Ja, en nu komt Bert van Keulen. Ja, goedenavond. Goedenavond, Bert. Hey. Ja, ik had een pitch die ik voor je wilde voorlezen, maar die is net al in beeld verschenen. Dus iedereen heeft hem al kunnen lezen. Dat was als ik nou wel erop. Volgens mij mag je hem nog een keer geven, Bert. Want we hebben, ik denk dat iedereen naar Ans heeft geluisterd en niet de pitch heeft gelezen. Nee, precies. Ik zal hem ook voorlezen. Ja. Nou. Ja. Zie je hem in beeld, Bert? Ja, hij staat in beeld. Dus je kan hem voorlezen. Oké. Van wijk naar buurt. Samen voor Zeist is gaan voor Zeist. Is gaan voor de hele gemeenschap. Voor alle lagen in de plaatselijke bevolking. Van en voor klein en groot. Voor het zichtbare en het onzichtbare. Ongeacht afkomst en geslacht. Ruim bedeeld gaat voor minder bedeeld. Laat sterk Zeist zich sterk maken voor degenen die even niet sterk zijn. En hen zichtbaar maken en terugzetten in hun kracht.
We kunnen daarvoor gluren bij de buren. Wat gaat daar goed? Ook iets wat in Zeist moet? Geef tijd aan een idee. Heb geduld. Je kan er voor de toekomst meer mee. Maar bij deze wil ik ook iedereen natuurlijk uitnodigen om het plan verder te gaan lezen. Dank u wel. Mooi. Dank Bert. Dit is eigenlijk geen presentatie, maar gedicht wat hier voorgedragen is. Ja. Heel mooi, mooi om op die manier ook jullie inspiratie eigenlijk over te brengen. Ja. Hoe vond jij het, Bert, om de afgelopen maanden met een groepje binnen de themagroep aan het werk te zijn? Ja, ik vond het heel verrijkend en leerzaam. En ook zeker heel gezellig en leuk. Maar het was voor mij ook helemaal nieuw. Echt, het is natuurlijk ook helemaal nieuw. Maar echt te ontdekken van, wat houdt het allemaal precies in? En dan ervaar je ook wel dat het best een heleboel werk is. Gewoon buiten je bestaande baan. Om dit erbij te doen. Maar ja, daarentegen best wel heel mooi. Ook verrijkend, net wat ik al zei. Je ontdekt veel dingen. Je komt natuurlijk ook in contact met mensen vanuit Zeist. Hierdoor dat je nog wat informatie zoekt. En dat heb ik wel als heel mooi ervaren. En daar wil ik ook wel verder mee gaan op wat voor manier dan ook. Ja. Mooi. Mooi om te horen. En hoe vond je het om het alles digitaal te doen? Hebben jullie elkaar ook nog een keer in levende lijf in een park ontmoet? Of alles echt via het scherm gedaan? Alles via het scherm. Ja, het is natuurlijk jammer dat je elkaar niet lijf ontmoet. Maar ja, goed, ik hoop dat dat nog gaat gebeuren een keer. Maar het viel me ook niet tegen. Het is voor mij ook nieuw. In mijn werk komt er niet veel voor, of eigenlijk niet. Dus volgens mij ook een hele nieuwe ervaring. En ook wel een mooie ervaring. Jawel, ik heb het ook ondanks het scherm, ga je de mensen ook leren kennen. Maar je wordt er ook wat meer nieuwsgierig naar. Natuurlijk doordat je de mensen niet ziet in levende lijven. En dan, dus ik heb het wel als, ook dat als verrijkend en mooie ervaring. Hoe dat ook kan zijn, ja. Ja, dus ondanks het scherm eigenlijk toch echt mogelijk om elkaar... Ja, dat je ook op een bepaalde manier contact kan krijgen. En mensen ook via die manier kan leren kennen. Ja. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe ze, hoe ze eruit ziet verder. Alleen maar... Alleen maar meer dan 2D, ja. Hè? Ja. Nou, ik hoop echt dat we elkaar eind dit jaar met z'n allen echt live kunnen zien. Ja. Dat we dan echt een moment hebben. Ik weet niet of jullie net achter mij iemand voorbij zagen schuifelen. Maar dat is de documentairemaker Frans Bromet. Die staat hier nu links achter mij te filmen. Maar dat is echt een moment dat we hopen met z'n allen bij elkaar te komen. Zodra de begroting door de gemeenteraad is vastgesteld in november van dit jaar. Dan weet je natuurlijk echt wat er met al jullie mooie plannen is gebeurd en hoe die zijn, zijn geland in de begroting. Om dan met z'n allen te kijken naar het proces, hoe we daar gekomen zijn. Wat ook dus gefilmd wordt en bijgehouden wordt, waarvoor velen van jullie ook geïnterviewd zijn. Dat we dan echt het glas kunnen heffen en niet hier... Ja, laten we dat hopen. Ja, ja. Ja. Mooi. Nou, dankjewel Bert. En Ineke en Danielle, Lisbeth en Ans, voor jullie presentatie vanuit de thema groep 3, zorg en ondersteuning. We zijn precies halverwege. Ik zou heel graag de volgende themagroep willen uitnodigen voor de korte presentaties. Bineke, van themagroep 4, wonen en duurzaamheid. Ben jij er? Dan aan mij gevraagd om eerst te gaan. En Bineke zal volgen. Maar dankjewel, Suzanne. Ja, goedenavond. De volgende pitch gaat over het onderwerp afvalscheiding. Het onderwerp is unaniem verkozen door de themagroep Wonen en Duurzaamheid om voor te leggen aan jullie, de gemeenteraad. Willen jullie ook €330.000 gaan besparen? Nou, dat kan door de volgende oplossingen. Het eerste onderwerp is het optimaliseren van het ophaalschema GFT. Door het stoppen met het wekelijks ophalen in de zomer en voortaan één keer per 4 weken in de winter, kan er €100.000 worden bespaard. Namelijk €11.000 per rit. Volgens de cijfers van het RMM worden er vaak lege of halflege bakken geledigd. Voor de enkele huishoudens die hierdoor te weinig capaciteit in een container overhouden, is er kosteloos een extra bak beschikbaar.
Het tweede onderwerp is het belasten van het ophalen van het grof vuil. Door voortaan €20 te vragen voor het ophalen van het grof vuil en het aanmoedigen op burgerparticipatie, kan er €230.000 worden bespaard. Dit is uitgerekend met ondersteuning van de Rekenkamer. Het verwerken van het grof vuil wat opgehaald wordt door de perswagen kost dan ook meer dan het gescheiden inleveren bij het recyclestation. Het bedrag van €20 is bijna kostendekkend. Hiermee besparen we niet alleen €230.000, maar belasten we als Zeist ook het milieu minder. Mijn vraag is dan ook tenslotte, willen jullie in totaal €330.000 besparen? En gaan wij als Zeist voor een groen milieu? Wil ik het woord aan Bieneke geven. Goed, dankjewel Bram. Twee vliegen in één klap slaan, hoe mooi is dat? Al is dat wel in strijd met ons streven naar een meer biodiversiteit en een beter leefmilieu voor mensen en dieren in onze groene gemeente. Die vliegen en veel andere gedierte willen we meer ruimte geven door voor te stellen blad te blazen waar het moet en te laten liggen waar het kan. En gras en de bermen minder te maaien. Door het bladblazen tot een minimaal noodzakelijk te beperken, verminderen we de uitstoot van CO2, de geluidsoverlast en helpen we het leven onder het blad. En door minder en later in het jaar te maaien, kunnen zaden nog verspreid worden en is er kans voor dieren en insecten en mensen om gebruik te maken van bermplanten. En tevens helpen we de begroting van de gemeente met zo'n €150.000 per jaar. Misschien slaan we met deze slag wel meerdere vliegen in één klap. Ik mag ook de tweede pitch doen. En dat is vanuit de eerste twee pitches waren vanuit duurzaamheid. En we gaan nu naar de wonenkant. En daar heb ik ook een pitch voor. Wat zou het toch mooi zijn als wij in Zeist konden zeggen: onze jongeren kunnen zelfstandig wonen en onze ouderen hebben voldoende mogelijkheden om hun eensgezinswoningen te verlaten en in mooie appartementen te gaan wonen. En zo brengen we de doorstroom op gang. Gemeenteraad van Zeist, maak van de woonvisie een concreet doel. Zorg voor meer invloed op grondposities. En stel voorwaarden om meer sociale huurwoningen en meer middenhuurwoningen te bouwen. Met gemengde woonvormen van jongeren, alleenstaanden en ouderen voorkomt u eenzaamheid en beheerst u de WMO-kosten. Stimuleer als gemeente de transformatie van bedrijfspanden en de ontwikkeling van tiny houses door wijzigingen in het bestemmingsplan en de omgevingsplannen. Dan blijft Zeist een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dankjewel. Mooi, dankjewel Bieneke en dankjewel Bram. Heel concreet. Bram, ik heb een vraag voor jou. Ten eerste, hoe heb je het ervaren? Je noemde ook bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie en andere onderzoeken die jullie hebben. Aan het onderzoek dat jullie hebben gedaan, kun je daar wat over vertellen? Hoe jullie tot deze voorstellen of dit voorstel zijn gekomen? Ja, zeker. We hebben inzicht gekregen via onze contactpersonen binnen de gemeente in diverse onderwerpen van het RMN. Nou, zelf kan je op internet op hun website ook al een hele hoop vinden, ook van omliggende gemeentes, wat voor kosten zij rekenen. En op basis daarvan zijn we tot deze conclusies gekomen. Verder zelf de hele IAC, een ontzettend leerzaam proces ook. Diverse onderwerpen, superbreed. Wat ik vooral leuk vond is om met zo'n diverse samenstelling van toch al een weerspiegeling van de maatschappij samen te werken. Wat je dus ook enorm mooie ideeën oplevert. Ja, mooi. En was jij zelf eerder betrokken geweest bij beleid van de gemeente of bij iets anders? Nee, dat is de eerste keer voor mij ook op deze manier in contact met de gemeente. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben teamleider van Sales Operation Team in Den Dolder bij Manutan. Dus daar heb ik een mooie afdeling. Kijk, leuk om te horen. Zeker. Dus werkt en woont binnen gemeente Zeist. Ja, en nu dus zeker. Eigenlijk ook de gemeente veel beter leren kennen. Dat ook. En we werken ook allemaal thuis momenteel. Dus
Zeist werken, dat blijft voorlopig ook nog even zo. Ja, ja, precies. Dankjewel. Bineke, misschien nog voor jou. Hoe heb jij het ervaren afgelopen maanden? Nou, ik vond het een interessant proces om mee te maken. En ik vond het ook leuk om zoveel betrokken collega-burgers te treffen. En hoeveel tijd en energie zij er ook in hebben gestoken. De een heeft wat meer tijd dan de ander. Maar dat vond ik heel erg leuk. Ja, en ben jij, had jij veel ervaring in de publieke sector? Nee, ik werk bij 2 woningcorporaties. Dus ja, dat is wel deels publieke sector. Maar ik heb niet direct te maken met huurders. Ik ben als HR-adviseur in beide organisaties werkzaam. Maar heb er zijdelings zeker mee te maken. Ja. Ja. En je kende de gemeente dan misschien wel vanuit jouw werksituatie ook? Of was het ook relatief nieuw allemaal? Ik heb wel samengewerkt met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En dat was, kijk, daar hebben we natuurlijk wel veel mee te maken als woningcorporatie. Persoonlijk heb ik er niet zo heel veel mee te maken, maar mijn collega's wel. Ja. 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 En tenslotte, als stel we doen nog een keer een vergelijkbaar proces en hij komt niet, er landt niet een brief bij jou in de brievenbus, maar bij je buurman. Dan zeg ik doen. Doen? Ja, oké. Okay. Nou, zonder twijfel. Ja. Oké, okay. Nou, dankjewel Bineke en Bram voor jullie presentaties en inkijk in jullie ervaringen. En we gaan deze ook met veel interesse lezen, denk ik, dat ik dat namens de raadsleden zeker kan zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan mij, want daar gaan ze zo meteen zelf iets over zeggen. Dus dank. Dan wil ik graag door naar themagroep 5, veiligheid en mobiliteit. En dan wil ik graag Rick Klein het woord geven. Ja, goedenavond. Tijdens de eerste bijeenkomsten van de IAC is er door de leden onbelemmerd nagedacht over ideeën over Zeist. Zonder dat er hierbij gelijk over kostenbesparingen moest gaan. Twee voorstellen die overeind zijn gebleven in de themagroep veiligheid en mobiliteit hebben betrekking op de fietsers in Zeist. Deze visiedocumenten die uiteindelijk niet direct tot kostenbesparing leiden, zijn de fietsstraat auto te gast en wegafsluiting door paaltjes. Drukke straten, voorbijrazende auto's, het schrikbeeld van menig fietser. Ook in Zeist is dit een welbekend fenomeen. Meer aandacht voor de fietser in stedelijke gebieden. Ons voorstel is om meer fietsstraten in Zeist toe te passen waar de auto te gast is. De oude Arnhemse weg vanaf de Voorheuvel naar de Schaarweidelaan is ons voorbeeld waar dit zou kunnen worden uitgevoerd. Waar de fietser zich veiliger voelt om te fietsen en de auto meer rekening met de fietser moet houden. Dit wordt duidelijk gemaakt met minimaal verkeersbord, maar zou duidelijk ook het straatbeeld moeten worden aangegeven. Het andere voorstel zijn de wegafsluitingen door middel van paaltjes die op verschillende plekken in Zeist al worden toegepast. Zouden wij graag vaker willen zien, bijvoorbeeld ter voorkoming van sluipverkeer door de wijk parallel aan de hoofdroute. Dankjewel, Rick. Alsjeblieft. Ja, dankjewel, Rick ook. Onze subgroep heeft zich vooral bezighouden met Zeist en haar auto's. En we hebben ons vooral gebogen over het parkeren in het centrum. Het bedrag voor vergunningen en abonnementshouders vinden wij relatief laag. En ook de parkeertarieven voor bezoekers in het centrum zouden iets verhoogd kunnen worden. We hebben alle bedragen naar ons inzicht acceptabel verhoogd. En we vinden het belangrijk dat er op de slotlaan geparkeerd kan blijven worden, omdat niet iedereen met de fiets kan komen en in de parkeergarages kan staan, bijvoorbeeld vanwege fysieke beperkingen. Op de slotlaan parkeren zal duurder worden dan in de parkeergarages. Dat zou een trigger kunnen zijn om in de garages te gaan staan. Mogelijke bijvangst is dat meer mensen met de fiets naar het centrum gaan komen. En wij verwachten dat het ongeveer 2,5 ton per jaar extra gaat opleveren.
En dan geef ik het stokje graag door aan Bart. Dankjewel Marjolein. Goedenavond allemaal. Namens het subteam op preventie hebben wij een visiedocument geschreven. En namens het team ga ik dat aan jullie voorleggen middels een elevated pitch. Wist Koos Jansen op zijn 13e al dat hij later de burgemeester van Zeist zou worden? En wisten de wethouders al op hun 16e dat dit hun voorland zou zijn? Wij schreven een voorstel over preventie waarbij we onze aandacht hebben gericht op jongeren die te snel een richting hebben moeten kiezen en vervolgens uitvallen met alle sociale gevolgen en kosten van dien. De gemeente heeft ons voorstel Own Your Future geïnterpreteerd als een visiedocument, terwijl wij van mening zijn dat dit een goed uitvoerbaar voorstel is en weliswaar indirect bijdraagt aan flinke besparingen op diverse kosten gelinkt aan het uitvallen van jongeren tijdens de middelbare school of vervolgopleiding en ook mogelijk later in hun leven. Ons plan gaat over solidariteit in de gemeente Zeist, over samenwerken. Het is generatieoverstijgend en het verkleint de kloof tussen jong en oud. Dat was hem. Mooi, dank Bart. Nee, ik kan deze uitnodiging natuurlijk niet laten liggen door even aan de burgemeester Koos Jansen te vragen of die inderdaad op zijn 13e al wist of die burgemeester wilde worden. Ik had er nog geen idee van. En ik vind het dat wel mooi zoals Bart het schetst. Dat hij zegt van ja, wat weet je als je 13 bent of als je 16 bent? Dus waarom leggen we de lat zo hoog op het zeker weten bij jonge mensen? Dus dat is wel een trigger die ons in ieder geval mij aan het denken zet. Bedankt Bart. Nou, jij bedankt Koos dat het in ieder geval is aangekomen. En hopelijk krijgt het ook een vervolg en wordt het van visiedocument ook uiteindelijk een uitvoerbaar plan. Ja, want blijkbaar, ik wil daar gelijk iets van zeggen met toestemming van Suzanne. Want weet je, ik kom er dadelijk op terug. Er zijn allerlei type voorstellen. Maar de één, ik heb altijd gezegd en blijf het nu ook zeggen, nu ik ook de diversiteit aan voorstellen hoort, het één is niet beter dan het ander. Ze zijn gelijkwaardig in hun kracht of in hun betekenis. En daarom is het niet zo dat het een valt van de rand op voorhand en het ander niet. Ze zijn verschillend van aard. En dat vraagt dus ook een verschil in verdere ontwikkeling, waarbij het de een wat sneller zal gaan, wellicht, dan het ander. Maar ze zijn in gelijkwaardigheid niet verschillend. Ze doen, en dat mag niet in een verkeerd woord per abuis door wie dan ook gevangen worden. Dus Bart, dat wil ik. Ik ben blij dat je het even liet blijken in een van je eerste zinnen. Ik dacht van verdraaid, dit moeten we juist niet hebben, want het moet de kans krijgen om anders ook te kijken. Laat ik er dat van zeggen op dit moment. Dankjewel, Koos. Oké. Nou, dank je voor. Bart, hoe heb jij het ervaren de afgelopen maanden? Het is een breed voorstel wat jullie hebben, of wat je net hebt gepitcht. Generatieoverschrijdend. Kan je wat vertellen over hoe dat bij jullie ging in jullie groep? We hadden een heel gemêleerd gezelschap, hè. Een behoorlijke diversiteit in ons subgroepje. Wat natuurlijk ook heel leuk is, omdat dat voorkomt dat je eigenlijk allemaal direct hetzelfde over alles zou kunnen denken. En we hebben ook denk ik wel goed onderling overleg gehad, welke ideeën heeft nou het meeste draagvlak. Het was wel intensief, hè, al die keren dat je bij elkaar zit om plannen te bespreken, uit te werken en vervolgens een week later weer daarop terug moet komen. Maar het was ook heel leuk om te zien hoe dat vanuit de gemeente is gedaan. En denk ik ook dat het thema co-creatie in een volgend IAC ook weer terug moet komen. Co-creatie is een aantal jaar geleden ontstaan als een containerbegrip. Maar ik denk dat met het IAC we ook nu duidelijk wel het bestaansrecht van iets dergelijks hebben kunnen aantonen. En dat de mensen uit de gemeente Zeist ook mede de verantwoordelijkheid dragen voor een goede gemeente waar iedereen gelijke kans heeft. Zie je je hebt het ervaren als co-creatie. Kun je daar iets meer over vertellen? Ook misschien aanwezigen die minder beeld hebben bij co-creatie? Nou ja, het thema co-creatie, je gooit iets in een grote pan en vervolgens komen er allemaal ingrediënten uit. Sorry, doe je daarin en vervolgens maak je daar een eindresultaat van. Dat betekent dat je eigenlijk allemaal
een bijdrage kunt leveren aan een mooi eindresultaat. En ik denk dat het plan Own Your Future daar een mooi voorbeeld van is. Iedereen heeft daar zijn bijdrage aan geleverd met het eindresultaat wat we vanavond gepitcht hebben. En ik denk dat het ook geldt voor een heleboel andere ideeën die ik vanavond al heb gehoord. Dat het allemaal is gemaakt door de mensen tezamen. Mensen die zijn aan elkaar aangewezen, toegewezen. En dan zie je dat er hele mooie zaken ontstaan. En een hele mooie chemie is tussen mensen die elkaar hiervoor niet kenden. En in gezamenlijkheid met mooie plannen zijn gekomen. Dankjewel. Dankjewel Bart. Mooi. Wil ik Bart, Marjolein en Rick hartelijk danken voor jullie presentaties en voor het inkijken in de ervaringen en hoe jullie het hebben gedaan binnen jullie groep. Komen we aan bij de laatste themagroep, meedoen en onderwijs. En Noor de Beer zal hiervoor een korte presentatie geven. Noor, aan jou het woord. Zeist is een sociale gemeente. Daar mag ze trots op zijn. Dat is onder andere zichtbaar door de faciliteiten die de gemeente haar inwoners biedt en de sociale initiatieven die in de gemeente ontplooid zijn. Laat voorop staan dat de gemeente, als ook de inwoners, al heel erg veel doen. Een voorstel binnen ons themagroep is het huidige aanbod beter te stroomlijnen voor makkelijker gebruik. Door vraag en aanbod digitaal inzichtelijker te maken, versnippende informatie te bundelen en begrijpelijke taal te spreken. Ook zouden we verder willen bouwen op het Wegwijscafé door inloopspreekuren bekender te maken. We vragen om in te zetten op preventie. Dit vraagt eerst een investering, maar levert op termijn financieel en sociaal ons allen meer op. Volgens het ministerie van Sociale Zaken levert 1 euro investering in schuldpreventie en vroeg signaleren rond de 2,40 euro op voor de gemeente. Investeren is bezuinigen. Een ander voorstel die we doen is het vergroten van draagvlak voor de saamhorigheid binnen de gemeente. Door inzet van het sociaal kapitaal van de gemeente, de inwoners zelf. Wij geloven namelijk dat iedereen iets te geven heeft, maar niet altijd precies weet hoe die dat moet doen. De bereidheid om te helpen is groter naarmate iemand dichterbij staat. Denk aan een boodschap doen voor de buurman of een voetbalwedstrijd fluiten voor de buurtkinderen. Ga voor het geefprincipe. Dan hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. We leven momenteel in een crisis. Wist u dat het aantal daklozen in Nederland de afgelopen 10 jaar is verdubbeld? Laat Zeist dat tijd keren. Want de kwetsbaren mogen niet het slachtoffer worden van deze crisis. De crisis is helaas van ons allemaal. De gemeente moet miljoenen bezuinigen. En dat is geen makkelijke opgave. Bezuinigingen zijn lastig en u zult de keuzes moeten gaan maken. Sommige daarvan zullen misschien minder passen bij uw ideaal, maar door meer welvaart evenredig te verdelen, helpen we Zeist beter de crisis door. Binnen ons themagroep is veel gesproken over solidariteit, over de samenleving op sociaal vlak, maar ook financieel. Het verhogen van de inkomsten heeft daarom de voorkeur boven het bezuinigen op zorgtaken van de gemeente. En naast enkele visiestukken is er daarom een concreet uitgewerkt plan wat Zeist 6 miljoen kan opleveren. Het voorstel is weliswaar voor sommigen pijnlijk, maar goed te rechtvaardigen, aangezien we ons dan naar een landelijk gemiddelde bewegen. Het is aan u, de gemeenteraadslieden, om hier verantwoordelijke keuzes te maken voor ons allemaal. En we hopen dat u met onze voorstellen uw voordeel doet, zodat Zeist net een beetje mooier, socialer en betrokkener wordt. Dankjewel, Noor. Mooi pleidooi met de voorstellen die uit jullie themagroepen zijn gehouden. Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen. En het viel mij op dat in de presentatie van jullie themagroep en de presentatie van themagroep 1, de allereerste, dat daar ook overlap is in thematiek. Maar dat jullie daar wellicht ook anders in staan. Kan je vertellen hoe dat afgelopen maanden gegaan is?
Ik hoor ook in de presentaties de overlap. Dus dat is denk ik ook alleen maar heel erg mooi om te zien vanuit welke intrinsieke motivatie de plannen zijn ontstaan. En bij ons is, wij hebben ook de zijste knopen in ons hoofd gehad. Dat hebben we uiteindelijk wat meer laten varen om idee wat concreet te maken. En ik zat in het groepje van de geefprincipe. En het was heel erg zoeken, juist door ook het spreken van mensen binnen de gemeente, werd het voor ons idee steeds concreter ook wat misschien wel zou helpen en wat niet. Dus we hebben gaandeweg wat keuzes gemaakt. En dan zal de overlap zitten. En ik denk dat het alleen maar fijn is met sommige andere plannen. Oké. En hoe kijk jij terug op de afgelopen maanden? Was jij bekend met het werk van de gemeente of was het nieuw? Ik weet ongeveer wat de gemeente doet. Maar dat is op hoofdlijnen. Ik heb er ooit werving en selectie voor gemeentes gedaan. Dus dan heb je wel een beetje een beeld bij de verschillende afdelingen. Maar dit was wel een hele leuke introductie. En ik ben veel meer te weten gekomen. Ik vond het persoonlijk heel leerzaam. En ja, we hebben ook een inventarisatie gedaan in onze themagroep. En we vonden het allemaal wel heel erg leuk. We zijn ook heel benieuwd wat er met de plannen gaat gebeuren. En soms was het ook wel zoeken. Want een gemeente doet al heel veel. Dus soms waar jij dan denkt als buitenstaande, hey, ik heb een nieuw idee, sluit dat vaak prima aan bij initiatieven die er al zijn. Dus dan moet je toch weer verder gaan denken over hoe dat dan vernieuwend zou zijn of waar je dan eventueel kan bekostigen. Maar goed, dat is ook omdat je dan de gemeente niet zo ver van binnenuit kent. Ja, ja. Oké, en als je terugkijkt, of als je nu kijkt naar het resultaat, je bent de allerlaatste persoon vanuit de IRC die een presentatie heeft gegeven. Alle voorstellen hebben in ieder geval een tipje van de sluier hebben we gekregen. Iedereen kan nu verder de voorstellen gaan lezen. Wat voor gevoel geeft het jou als je het resultaat bekijkt? Trots. Nee, ik vind het heel erg leuk dat Zeist dit initiatief neemt om op deze manier, op een andere manier te kijken wat zij van de burgers mee kunnen krijgen en de burgers laten spreken. Dus ik ben heel trots dat ik een onderdeel mag zijn. Ja. Oké. Ik krijg door dat de burgemeester graag ook nog iets wil vragen. Koos. Ja, ik wil je vragen, omdat we nu eigenlijk zo'n hele mooie parade van presentaties hebben gekregen. Ik wil het aan Noor vragen, de laatste presentatie. Weet je, het bijzondere bij de groepen is geweest, dat heb je eigenlijk niet zo snel, dat de groepen zo divers waren samengesteld. Qua leeftijd, man, vrouw, opleiding, achtergrond, arbeidsactief of al gepensioneerd. Dus de groepen waren qua samenstelling allemaal verschillende mensen. Dat is heel iets anders dan een groep hebben van gelijkgestemden om een klus te klaren. Ik wil je gewoon eens vragen, kon je daaraan wennen, al die verschillen in de groepen? Kun je er iets over vertellen, over die dynamiek? Want dat is bijvoorbeeld voor onze begeleiders ook best lastig geweest. Van, hey, hoe doe je dat? Want je wil recht doen aan iedereen. Nou, ik vind ten eerste echt dat ze daar heel erg hun best voor hebben gedaan en dat ik daar ook goed zijn in geslaagd. Een heel praktisch iets, maar bijvoorbeeld in de digitale vaardigheden die men heeft. Daar zie je natuurlijk ook al heel veel verschillen. Maar hoezeer jullie daarin zijn ingesprongen in iedereen toegang bieden en daarin helpen. En gaandeweg tijdens de gesprekken zie je de verschil in opvattingen of in ideeën of in ervaringen. En ik denk dat de overeenkomst binnen de mensen zijn die hieraan meedoen, dat ze daarvoor openstaan. En dat je daar alleen maar je voordeel mee kunt doen voor je plan. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. Dus ja, er zijn heel veel verschillen. Maar ik vond dus ook dat de overeenkomst over die solidariteit en dat delen juist bij iedereen terugkwam. En dat maakte voor mij de bijeenkomst ook heel erg waardevol. Ja. Hey, dankjewel. Leuk om te horen. Want het is toch een eigen dynamiek brengt dat teweeg. En dat is ook best een beetje spannend. Maar dan vind ik het zo mooi. Ik vind het zo mooi dat je dan zegt van, joh, maar het doel was de binding. En de motivatie was als het ware de loper waarover je liep. En zo kon je die verschillen best verdragen van elkaar. Om samen vooruit te komen. En
Dat vind ik wel mooi om te horen van je. Ja, ik heb het heel positief ervaren. Okay. En verschillen zijn er ook om overbrugd te worden. Dus het is ook... maar goed, ik denk ook dat er een heel palet aan verschillende plannen ligt. Met alle ideeën van een ieder. Dus ik ben ook heel benieuwd welke ideeën uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. Ja, hey, dankjewel. Ja, weet je, ik zeg het wel, ik vind dit zo'n leuk thema. Omdat we er zelf ook als gemeente en ik zelf ook als burger ben. Je bent altijd met die verschillen bezig. Hoe overbrug je dat? En als het, ik noem het een beetje scherp, hè? Stel de groep is een federatie kleine zelfstandigen. Of is een federatie eigenheimers. Dan red je natuurlijk nooit dat waar jullie in geslaagd zijn. Dus dat heeft zijn eigen ontwikkeling nodig. En het gaat er natuurlijk om. Hoe weet je een gemeenschappelijkheid te vinden om vooruit te komen? En jij geeft daar een mooie illustratie van. Nee, dankjewel. Graag gedaan. Mooi. Nou, dan wil ik met dit gesprekje... Het eerste gedeelte van deze avond afronden. Net ging al even over de chat de vraag, mag de doos worden geopend? Jazeker mensen, de doos mag worden geopend. Sterker nog, ik heb hem hier naast mij staan, geopend en wel. We hebben zo meteen 10 minuten pauze. Ik wil graag om 20:45 weer starten. En de vraag aan jullie is om aan het... we gaan na de pauze over tot de overhandiging van het eindadvies, het eindrapport door 6 ISC-leden aan de college en de raadsleden. En op het einde willen we heel graag eindigen met een proost. Dus ik heb hier zelf al een glas en het flesje sap uit de doos gevist. Dus de vraag aan jullie om dat ook te doen, zodat we op het einde van de avond met elkaar met een toast kunnen afsluiten. En dan is nu ruimte voor een kleine 10 minuten pauze. 20:45 beginnen we weer.
Welkom terug allemaal. Ik doe nog even mijn oortjes in, anders hoor ik niks. Welkom terug allemaal. We hebben een korte pauze gehad. En dan beginnen we nu aan het volgende onderdeel van de avond. Dat is de overhandiging van het eindrapport aan de gemeenteraad en het college. En ik wil de collegeleden en de raadsleden vragen die een envelop ontvangen hebben om die bij de hand te houden. Dus Koos, misschien kan je wat zeggen. Dan kan je zien dat je... Dat die... Ik heb een hele dikke envelop open. Hij is nog dicht. Het is een hele dikke envelop. En als het goed is, hebben een aantal mensen deze envelop bezorgd gekregen. Ik heb er nog niet in gekeken. Dus ja, ik ben benieuwd naar de aanbieding zo dadelijk. Oké, heel goed. Nou, als het goed is, hebben alle collega's een envelop ontvangen. Net als de raadsleden die in de begeleidingsgroep zitten... van het IAC en de fractievoorzitters van de 10 partijen in de gemeenteraad. Dus als je ze allemaal bij de hand hebt, dan kunnen jullie zo meteen, net als Koos, de gesloten envelop laten zien en openen. En weet degene die hem al stiekem heeft geopend. Dan wil ik als eerste Bineke Lagerwij vragen om het allereerste exemplaar aan burgemeester Koos Jansen te overhandigen. En daarbij, Bineke, ben jij aanwezig? Ja, ik ben er. Oké, heel goed. Zou je in één regel willen meegeven wat je met het overhandigen van het rapport aan de burgemeester, maar ook aan de rest van het college van wethouders en de gemeenteraad zou willen meegeven? Nou, geachte burgemeester, meneer Jansen, graag bied ik namens de inwonersadviescommissie ruim 60 voorstellen aan waar u zo nieuwsgierig naar heeft uitgekeken. Wij hopen dat ook u vrij van politiek deze voorstellen meeneemt en dat als wij straks de begroting zien, wij onze dromen zien uitkomen. Dankjewel. Mijn microfoon staat weer aan. Dankjewel, Bineke Lagerwij. Ik ben razend benieuwd. Ik ga de envelop openmaken. En ik ben wel heel erg onder de indruk van de dikte van het pakket. Ik ben heel blij met dit eerste exemplaar. Ik zal hem zo dadelijk tonen. Er staat op: adviesrapport van de inwonersadviescommissie in het kader van Samen in Balans. Aangeboden aan Raad en BNW op 30 november. Hij ziet er mooi uit aan de voorkant. Bineke, heel erg bedankt. En ik weet niet, wilde je er nog iets verder bij zeggen? Want anders zeg ik er iets terug over aan jou. Nou ja, ben je wat blij ik net... dat erop zit? Ja, ik denk dat ik namens de hele adviescommissie kan spreken dat we daar heel hard en bevlogen aan gewerkt hebben. En dat we van problemen, kansen en uitdagingen hebben gemaakt. En dat we tijd hebben genomen om te denken. Dus ik wens jullie dat ook toe. Ja, hey, dankjewel voor die goede wens. Ik ben er best een beetje door geraakt. Want we zijn een spannend avontuur begonnen. En dan weet je soms niet hoe het precies eindigt. En weet je, we hebben er goed op vertrouwd. En dat hebben jullie ook. En dat heb jij ook. Ja. En dan kom je toch samen verder. Dus ik wil mijn grote dank uitspreken. Dank je wel. En we gaan zeker van elkaar nader horen. Want samen komen we verder. Dank je wel. Goed. Succes ermee. Dank je. Dank jullie wel, Bineke en Koos, voor deze eerste overhandiging. Dan wil ik graag Peter Oudendijk uitnodigen om een exemplaar aan Aline Pastoor, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en fractievoorzitter van het CDA, te overhandigen. Iets mee te geven. Peter Oudendijk. Goedenavond. Namens de themagroep activiteit en gezondheid wil ik u de plannen die wij bedacht hebben aan u aanbieden. En ook gelijk de 60 aanbiedingen. Van alle aanbiedingen of de alle voorstellen van
de hele IAC. Alsjeblieft. Dankjewel, Peter. Mag ik nou ook de envelop openmaken? Je mag hem openmaken, ja. Oké. Okay. Ik denk dat er hetzelfde in zit als bij Koos. Kijk, ja, kijk eens. En ook een hele mooie tijdgeest voorop met de online vergadering. En ontzettend bedankt. Ik ben enorm onder de indruk van alles wat ik vanavond voorbij heb horen komen. Creatief, doordacht. Dus ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten en dit te lezen. En er verder met jullie over door te praten. Dankjewel, Peter. Ja, alsjeblieft. Het zou leuk zijn om misschien inderdaad live elkaar te ontmoeten in ieder geval. Maar dat, ja, heel graag. Het zou heel leuk zijn. Ja. Voor iedereen, ja. Jazeker. Dankjewel. Hartelijk dank, jullie beiden. Dan zou ik graag Marjolein Scherrenberg uit willen nodigen om het volgende exemplaar Dick van Ginkel te overhandigen. Dick van Ginkel is voorzitter van de begeleidingsgroep van de raad en raadslid voor D66. Ik wil een kleine opmerking plaatsen, Dick. Jouw envelop is ietsje dunner dan die van Koos en Aline. Dat hebben we met duurzaamheidsoogpunt gedaan. Want dan weet je dat vast. Dat is goed om dat erbij te zeggen, hè? Hierbij bieden wij u na dik 2 maanden flink nadenken en discussiëren onze ideeën aan vanuit het IAC. En wat we graag willen meegeven is dit. Besluit wijs, met hart en hoofd, voor Zeist en voor haar inwoners. Nou, dankjewel heel erg, Marjolein. En inderdaad, deze envelop is ietsje dunner, maar ik had al wat vermoeden. Suzanne, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Kijk, hij gaat nu open met een prachtige briefopener die ik hier altijd heb liggen. Hij heeft wel de juiste voorkant, zal ik maar zeggen. Marjolein, hartelijk dank. Er staat hier altijd bij mij naast een tegeltjeswijsheid. En dat is, goede raad is duur, er niet naar luisteren nog duurder. Ja, dat is een mooie. En ik denk dat ik namens de hele raad spreek dat wij het advies als een heel waardevol cadeau in ontvangst nemen. En dat we er ook allereerst het 3-4 keer zullen gaan lezen voordat we er iets van zullen vinden. Hartelijk dat dank daarvoor. Dat is een mooie gedachte. En tot kijk. Dank je. Veel plezier ermee. Merci. Hartelijk dank. Dan wil ik nu vragen om aan IEC-lid Willemijn van Vilpen om het volgende exemplaar aan 4 fractievoorzitters te overhandigen. Dat zijn Walter van Dijk, fractievoorzitter van de VVD. Roel van Nieuwstad, fractievoorzitter van GroenLinks. Rafid Boutahar, fractievoorzitter van D66. En Carlo Fiscalini, fractievoorzitter van Nieuw Democratisch Zeist. Willemijn van Vilpen. Kan Willemijn nog niet zien. Wellicht staat de microfoon nog op mute. We wachten even. Je maakt het extra spannend, Susan. Ja, nou. Willemijn. Even. Ja, Willemijn, we kunnen je nu verstaan, hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Wij wensen, ik ben van de groep Meedoen en Onderwijs. Wij wensen de groep dat ze inzicht krijgen in het financieel balans voor Zeist. Hartelijk. Ben er toch hoor. Hartelijk dank Willemijn. Dan wil ik beginnen met Walter van Dijk, fractievoorzitter van de VVD. Ja, Suzanne, wat wil je van mij horen? Ten eerste heb je de envelop ontvangen. Zou je hem open willen maken en een korte reactie geven bij ontvangst? Ja, je zei zo straks wegen gebeend toen het ging over mensen die per ongeluk de envelop al hadden overgemaakt. Ik heb dat stickertje denk ik niet gezien. Dus ik ben zo vrij geweest om het vanmiddag al te lezen. En ik heb dus ook kennis kunnen nemen van datgene wat erin staat. Het kwam net natuurlijk ook langs. Ik zie er heel veel mooie en inspirerende dingen in staan. Maar ik kan dus helaas niet een envelop hier openen. Ik kan het wel even zo voor me houden. Het is een prachtig rapport. Heel veel dank daarvoor.
Nou, de openheid en eerlijkheid, die is heel belangrijk. Bedankt. Wil ik graag Roel van Nieuwstad, fractievoorzitter van GroenLinks, vragen de envelop te openen. Ja, nou, daar gaat hij, het laatste stukje. Super trots dat ik in mijn huis heb. Echt geweldig. Ik ben erg blij geworden gedurende deze presentatie op deze avond. Ik sluit me helemaal aan bij een eerder gegeven advies dat we dit rapport vooral eerst 3 keer moeten gaan lezen voordat we er wat van vinden. Maar mijn basisgevoel is wel heel erg goed. Dus ik denk dat ik misschien met 2 keer lezen al zover ben dat ik het een briljant rapport vind. Dank, Roel van Nieuwstad. Hafid Boutahar, fractievoorzitter van D66. Ja, dankjewel Suzanne. Ook hier de envelop binnen inderdaad. Ook iets dunner dan die van Koos en van Aline. Die gaat nu open. Ook namens mijn hele fractie van D66 wil ik alle IAC-leden ongelooflijk bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. Super trots op iedereen. Een prachtig democratisch proces dat we dit zo met elkaar hebben kunnen doen. Ja, dit is echt geweldig. En ja, we gaan hem inderdaad goed lezen. En ik ben heel erg benieuwd of dit ons goed gaat helpen met de uitdagingen die we natuurlijk met elkaar hebben hier in Zeist. Maar de dingen die in ieder geval genoemd zijn, die beloven veel goeds. Dus hartelijk dank. Dankjewel. Carlo Fiscalini. Ja, Suzanne. Ik dacht dat ik hem open mocht maken op het moment dat Willemijn van Vulpen zin had uitgesproken. Dus ik had hem net al opengemaakt. Ja, ja. Ja, kijk, dat is Roel, die denkt altijd, dat goed. Maar het gaf mij de gelegenheid, tijdens datgene wat de andere fractievoorzitters op dit onderdeel zojuist gezegd hebben, om even vlot te kijken. Het is een samenvatting, begrijp ik, van het eerste hoofdstuk van het rapport. En ik denk dat we heel wat te lezen hebben als ik kijk naar de dikte van het rapport, zoals dat net door de burgemeester. Kun je iets meer in de microfoon praten, Carlo? Ik begrijp uit de dikte van het rapport, zoals dat getoond werd door de burgemeester en door Aline Verstoor, dat we in ieder geval heel veel te lezen hebben. Nou zijn we dat wel gewend om uitgebreide dingen te lezen. Ik kijk met veel genoegen uit naar deze pagina. Ik hoop die toch binnen redelijke termijn, dat is de slotpagina, de achterkant, te kunnen omslaan. En dat zou betekenen dat ik dan alles gelezen heb. Ik dank uiteraard iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Ik vond het allemaal heel bijzonder. Het enthousiasme was groot, enzovoort, enzovoort. Allemaal ontzettend bedankt. Dank, Carlo Fiscalini. Ik krijg net ook een berichtje door dat de raadsleden ook via de Griffie rond 9 uur, het is volgens mij nu 9:01, het rapport per pdf ontvangen, per e-mail. Dus dan is het de volle 270 pagina's. Dus jullie kunnen vanavond en vannacht al lezen en dan is de achterkant snel bereikt. Dank, dan wil ik graag vragen aan IAC-lid Dorine Godthelp om de volgende exemplaren over te handigen aan een aantal fractievoorzitters. Namelijk Roy Luca, fractievoorzitter van Zeist.nu. Pieter Verholme, fractievoorzitter van ChristenUnie SGP. David Tompot, fractievoorzitter van de SP. Karst Schuring, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En Hannie van Kippersluis, fractievoorzitter van Zeister Belang. Dorien Godthelp, mag ik jou het woord geven? Ja, bedankt Suzanne. Namens de themagroep Bestuur en Financiën overhandig ik hierbij een exemplaar aan de fractievoorzitters. Wat ik jullie mee wil geven is dat er niet alleen veel werk in zit, maar ook vooral veel liefde. En ik hoop dat jullie dat erin terug kunnen zien. Dankjewel. Ik wil even inbreken, want Roy Luca ligt uit. Zijn computer ligt eruit. Dus als vicevoorzitter wilde ik graag je als eerste bedanken dan voor deze geweldige 60 voorstellen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig aan het worden.
Vorige keer, bij de vorige bijeenkomst, was ik al heel nieuwsgierig. Maar er zijn een paar dingen die ik, ja, waar ik echt me op verheug. Een aantal dingen ben ik juist denk van, hey, Slotlaan. Maar daar hebben we het nog over, met z'n allen. Maar heel erg hartelijk bedankt voor alle inspanningen. Bedankt. Pieter van Rolme, ChristenUnie SGP. Ja, dankjewel Suzanne. Ik heb hem net ook opengemaakt. En wat me opviel, ook in de presentaties vanavond, dat kwam net ook al even aan de orde, is het enorme verschil aan deelnemers. Maar tegelijkertijd is men één in enthousiasme en betrokkenheid. En dat vind ik heel mooi om te zien hoe dat onze inwoners dit hebben opgepakt en hebben uitgewerkt. En juist die verscheidenheid heeft heel veel creativiteit losgemaakt. En ik zie heel veel waardevolle ideeën voorbij komen. Die mij al getriggerd hebben in termen van, hey, dat is interessant om daar op die manier naar te kijken. Daar ga ik straks eens induiken. En ik denk dat wij als raad heel erg blij zijn dat we dit hebben gestart met elkaar. En dat we ook trots mogen zijn op iedereen die hier aan heeft meegewerkt. En ik ben ervan overtuigd dat dit resultaat ons absoluut verder gaat helpen. Dank. David Tompot, fractievoorzitter SP. Ja, dankjewel Suzanne Jansen. Ja, ik heb het rapport ook nu net geopend. Ik heb afgelopen uren al met veel belangstelling geluisterd naar wat een aantal leden van de inwonersadviescommissie aan de ideeën al hadden ingebracht. Het was eigenlijk een introductie natuurlijk in hetgeen wat nu voor ons ligt. En ik begrijp alleen al uit het feit dat er al meer dan 60 voorstellen zijn gedaan, dat het echt heel omvangrijk is wat deze commissie voor de raad en uiteindelijk ook voor de samenleving heeft gepresenteerd. En dat is verdient al een groot woord van dank. Natuurlijk ook dank aan alle begeleiders die dit mogelijk hebben gemaakt. De ondersteuning van andere ambtenaren, zal ik maar zeggen, die meer op de achtergrond zijn gebleven met uitzoekwerk en dat soort zaken. Wat dit rapport ook voor mij en voor de fractie van de SP betekent, is eigenlijk dat het belang is dat de raad niet alleen, zal ik maar zeggen, beslist voor de samenleving en voor de burgers, maar dat de raad het ook nu kan doen met de samenleving. En ik denk dat deze inwonersadviescommissie heeft getoond op een heel mooie wijze dat het inderdaad kan. Dat we inderdaad met de samenleving besluiten kunnen nemen. Beter gezegd, het begin van het proces. We staan natuurlijk nog voor een lange periode waar uiteindelijk dit vertaald moet worden naar raadsvoorstellen. Ja, dus er is nog een weg te gaan. Maar het begin is er. En dat is een bemoedigend begin. En ik hoop dat het ook in de toekomst deze vorm van participatie ook verder invulling zal worden gegeven. Dat dat niet alleen bij deze keer zal blijven. Dank u wel. Dank voor deze woorden, David Tompot. Karst Schuring, fractievoorzitter Partij van de Arbeid. Ja, ik heb hem ook net losgemaakt. Ik ben eigenlijk heel erg blij hiermee. Ik dank u alle IOC'd en de mensen die bijgedragen hebben voor dit werk. Veel werk, ook veel liefde. Ze werd net gezegd, ik denk dat dat ook, dat spreekt er ook wel uit vanavond. Als ik hoor ik heel veel samenhang. Hè, saamhorigheid, sociale cohesie. Onzichtbaren terugzetten in hun kracht. Preventie en vroegsignalering, dat zijn dingen, denk ik, waar wij verder mee kunnen. Ik hoor heel veel saamhorigheid daarin. Ik zie ook een aantal discussies die we de komende tijd gaan voeren. Die gaan over de niet sluitende begroting. Die gaan ook over de OZB, hoe we daarmee omgaan. Dat autovrije centrum. Dus er zijn een heleboel dingen voor ons te doen. Maar ik ga het heel aandachtig lezen. En dan zal de positie zoveel mogelijk verdedigen wat hier staat. En ik denk dat het belangrijk is dat we in als we iets in co-creatie doen, dat we het ook in co-creatie doen. Tot zover. Dank allemaal. Dank, Kars Schuring. Heinie van Kippersluis, Zeister Belang. Ik
We kijken even of Harnie Kippersluis de microfoon aan heeft staan. Ik ben erin. Ja, hoor je mee? Ja. Goed zo. Goed zo. Dankjewel, Suzanne. Je kunt het zien, achter me hangen de slingers op. Want ik ging vol verwachting naar deze bijeenkomst, want ik denk, dit wordt een feestje voor de democratie. En ik zou bijna zeggen, ik ben bijna geneigd om er een slinger bij te hangen, want ik ben helemaal enthousiast geworden door alle bijdragen, door al het enthousiasme van alle betrokkenen. Ik denk, wat ik gehoord heb, bevalt mij enorm. Het is denk ik ook een hele zware verantwoordelijkheid voor de Raad om daar heel goed mee om te gaan. Maar ik denk dat we zeker vooruit kunnen. En ik vind de diversiteit van de voorstellen spreekt me enorm aan. Klein, groot, visionair, gewoon puur praktisch. En ik denk dat we daar met z'n allen de schouders onder moeten gaan zetten om dat goed af te ronden. De eerste voorzet is voor ons al gegeven. En ik zou mede raadsleden willen oproepen om vooral te gaan kijken waarom iets wel kan en niet waarom iets niet kan. Een kleine spreekwoord zou ik willen zeggen van als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus laten wij vooral naar de toekomst kijken. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met een citaat van Woody Allen. Die zegt, denk aan de toekomst, want het is daar dat je de rest van je leven zult doorbrengen. En dat vind ik een hele mooie. Die wil ik even meegeven. En ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. Dank je wel. Dank Harnie van Kippersluis voor deze reactie. Dan rest ons de laatste overhandiging. En daarvoor wil ik Jasmina en Borieg uitnodigen om een exemplaar te overhandigen aan de vier wethouders van gemeente Zeist. Wethouder Wouter Katsburg, wethouder Marcel Fluitman, wethouder Laura Hoogstraten en wethouder Sander Jansen. Jasmina, bij deze ook het woord geven. Jazeker. Nou, bij deze overhandig ik u de voorstellen van thema Groep Zorg en Ondersteuning. Wij hebben met heel veel passie en saamhorigheid gewerkt aan dit project en we hopen dat u net zo enthousiast wordt van onze voorstellen als dat wij zijn. Wouter Katsburg. Ja, mag ik even moed. Ja, dankjewel. Nou, bij mij zit hij nog netjes in de envelop. Dus ik ga hem inderdaad officieel openmaken. Nou, hoe die eruit ziet is inmiddels bekend. Het gaat ook met mijn achtergrondje wat lastig. Maar ik heb er ook een wijsheid bij gezocht. Dat is een wijsheid van koning Salomo uit het boek Spreuken. En die gaat van een wijs man of een wijs vrouw die goede raad geeft. En dan vertaal ik hem maar even naar vandaag. Wijze mannen en vrouwen die goede raad geven aan raad en college. Die willen luisteren. Die zijn net zo kostbaar als het kostbaarste goud wat er te vinden is. En ik denk dat we mooie dingen al gehoord hebben. Ik ben echt super benieuwd. Het was, in die zin is het voor ons natuurlijk ook heel, heel spannend. Want ja, het heeft direct met ons werk te maken. Maar ik wil ook de uitspraak van Noor de Beer, die vond ik ook wel heel mooi. Dat ze zei van wij geloven dat iedereen iets te geven heeft. En ik denk dat dat ook een mooi uitgangspunt is. Om ook als Zeist samen verder te gaan. Dus hartelijk dank en we gaan ermee aan de slag. Dank. Marcel Fluitman. En nou met geluid. Ik zei dank u wel allemaal. Er zijn vele dankwoorden gesproken, dus daar sluit ik mij volledig bij aan. Er is in een hele korte tijd heel veel werk verzet door jullie. En ik zou bijna zeggen, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen als gemeenteraad. Want als wij in dezelfde snelheid alles uitgewerkt hebben, dan zou het een topprestatie zijn. Maar ik denk dat we daar iets meer tijd voor nodig hebben. Maar ik denk dat het ook goed is om dat tot ons te nemen, al jullie plannen. Ik vind het ook spannend, dat moet ik echt zeggen. Ik heb naar de presentaties geluisterd vanavond en ik denk dat wij een warm voorjaar ingaan, om het maar zo te zeggen.
Maar laten we maar die gesprekken goed aangaan en daar het goede uit doen. En alle mooie punten van jullie meewegen of we daar in de toekomst ook echt iets mee gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich het verder gaat vormgeven. En daar gaan we ons keihard voor inzetten. Dank jullie wel. Dank, Marcel Fluitman. Laura Hoogstraten. Ja, ik maak hem ook net open, de envelop. En nou, ik vind het een heel bijzondere avond sowieso om alle input al te horen en alle ervaringen te horen. En in deze bijzondere tijd ook via beeldscherm tot dit soort gesprekken en diep gaan komen. Het is ja, een beetje af. Ik ga het ook met heel veel interesse lezen. En het is altijd mooi om te merken dat heel veel onderwerpen ook wel op een hele gelijksoortige en gelijk ja, saamhorige manier tot stand komen. Het mag best schuren, maar uiteindelijk ligt er iets waar iedereen zich dan ook achter kan scharen. En dat is eigenlijk op zich al het mooiste winst die je kan halen. Dus hartelijk dank voor al het werk en het mooie rapport wat er ligt. Dank, Laura Hoogstraten. Om de cirkel rond te maken, Sander Jansen, wethouder Financiën. Ja, dank Suzanne. En dat zeg je met nadruk, wethouder Financiën. Maar allereerst sluit ik me ook aan bij alle dankwoorden die zijn uitgesproken. Dank voor alle ideeën in dit advies. Het zijn vele mooie ideeën over de toekomst van Zeist. En jullie hebben ook in de presentaties al die ideeën op een goede manier voor het voetlicht gebracht. Absoluut de moeite waard. En daarbij moet ik wel als wethouder Financiën een beetje streng zijn op de gemeentelijke uitgaven. En natuurlijk ook, hè, wat krijgen we voor die uitgaven terug? Hè? Wat voor kwaliteit voor die voorzieningen? En uiteraard kijk ik ook naar een balans in de financiële lasten voor onze inwoners en onze ondernemers. Nou, met dit perspectief ga ik het advies van de IAC ook lezen. En ik dank het IAC voor alle inspiratie die in dit document staat. En we gaan elkaar nog ontmoeten. Hartelijk dank, Sander Jansen. Dan hebben we bij deze het adviesrapport aan zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders overhandigd. Alle aanwezigen in deze bijeenkomst die hebben het rapport ook ontvangen bij deze. Dus net naar de raadsleden en het college verstuurd. En alle ISC-leden hadden vanmiddag al ontvangen. Vanaf morgenochtend 9 uur is hij ook voor de kijkers thuis terug te lezen op www.zeist.nl/samen-in-balans. Let op, dit is nog een conceptversie. Dus tot vorige week nog hard gewerkt aan alle voorstellen. We hebben alles netjes bij elkaar gezet, maar er kunnen nog de laatste punten en komma's verkeerd zijn. Dus wij hebben onszelf tot eind volgende week gegeven om helemaal strak te trekken en zorgen dat het rapport er helemaal goed uitziet zonder alle kleine foutjes die er wellicht nog in zitten bij het lezen. Dus deze disclaimer geef ik heel graag mee en de ruimte ook aan de projectorganisatie om dat nog helemaal netjes af te ronden. Nou, dan kijk ik de burgemeester weer aan. Kunt u vertellen wat er nu gaat gebeuren met het advies? Unmute. Mijn microfoon zet ik aan, dankjewel. Ja, Suzanne, er gaat natuurlijk de komende weken nog heel wat gebeuren. En ik ga er dadelijk zo kort iets over vertellen. Maar we hoorden al vanavond, en je had het me ook al verteld vanuit de projectorganisatie, de verschillen tussen de voorstellen, die zijn best groot. En dat komt omdat sommige dromen zijn vertaald in denken, in een voorstel en dan in een calculatie. En andere voorstellen die zijn weer vertaald van droom naar denken naar een voorstel zonder calculatie. En sommige voorstellen zijn wat meer visionair. En dat zijn dus verschillende type voorstellen die allemaal hun eigen bewerking en verdere uitwerking krijgen, terwijl we alle voorstellen wel bij elkaar willen houden.
Want één ding is zeker, we willen op transparante wijze laten zien wat ermee gebeurt. En het feit, hè, Bart Blauw vertelde daar vanavond ook over, het feit dat voorstellen verschillend zijn, wil niet zeggen dat ze ongelijkwaardig zijn. Want elk voorstel is voor ons bij de gemeente even krachtig. Ik wil het nogmaals zeggen. Ze zijn verschillend van aard, ze zijn gelijkwaardig en we gaan ermee aan het werk. Het Rijk, de regering heeft ons in een onzekere tijd gestort. En daarover zijn we met het Rijk, ik zeg het in antwoord op Jaap van Heijs, de eerste spreker vanavond, zijn we in het Rijk nadrukkelijk in gesprek. Hoe dat uitpakt, dat is nog onzeker. De precisie van onze financiële situatie, die is nog niet precies uitgelijnd. En over de ontwikkelingen daarvan zullen we de inwonersadviescommissie, maar ook andere inwoners, goed op de hoogte houden. Gemeenteraad en het college zijn heel blij met de voorstellen. En we zullen ervoor zorgen dat de voorstellen dus stap voor stap vanaf nu tot de besluitvorming in november goed gevolgd kunnen worden. En ik nodig de leden dan ook uit om te kijken hoe raad en college met de voorstellen omgaan. En dat begint met de voorbereiding van de behandeling van de kadernota. Een soort spoorboekje in juni en juli met al een deel inhoud. En dat is onderdeel van de voorbereiding onderdeel van die voorbereiding van die kadernota is de advisering van BMW of kanttekeningen van BMW of een oordeel van BMW over al het werk van de inwonersadviescommissie en alle voorstellen. Wij zullen onder andere kijken, is het compleet? Wat is precies het type voorstel? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Maar dat zullen we allemaal transparant doen, want alle voorstellen blijven als het ware in één pakketje zitten. Dus er wordt niets uitgelicht of veranderd. Het blijft zoals het is. We kunnen hoogstens dingen toevoegen. En dat gebeurt allemaal openbaar. Over een week of zes zal BMW met een reactie komen op de verschillende type voorstellen en ook op de precisie van het vervolg. In de kadernota wordt de begroting in hoofdlijnen geschetst en daarna wordt de kadernota in meer detail uitgewerkt in de begroting in het najaar. In oktober en november staat dat op de agenda van de gemeenteraad. En ik zou echt de mensen willen vragen, niet alleen de leden van de inwonersadviescommissie, maar alle inwoners willen vragen, blijf het volgen, want het is zo de moeite waard. Rond de verschijning van de kadernota, maar dat gebeurt ook bij de begroting, zal de raad, de gemeenteraad van zijn hoorzittingen houden voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om te horen hoe ze er tegenaan kijken. Want die adviezen die raken ons dagelijks werk, die raken het leven in Zeist. En het is dan van belang ook te horen hoe het elders leeft in de samenleving. En die beoordeling, ja, die wordt meegenomen uiteindelijk naar de besluitvorming toe. Dus er is nog best een end te gaan. Het vraagt ook nogal wat om een en ander te volgen. Maar we gaan er zo volledig en gewetensvol mee om. Mooi. Nou, bedankt voor het uiteenzetten van het vervolgproces. Vanuit ons gezegd ook de nieuwsbrief samen in balans die eerder is uitgekomen, die blijft ook verschijnen. Dus ook de tussenstapjes, daar zullen we alle ISC-leden ook in mee blijven nemen. We hebben in de interviewtjes net al gehoord dat het voor een aantal, of in ieder geval dat een aantal ISC-leden aangaf dat het pittige maanden waren, dat het veel tijd heeft gekost. Betekent het nu dat zij klaar zijn? Hebben zij weer tijd om andere dingen te doen op de mooie lenteavonden die eraan komen? Ja, namens de gemeenteraad en namens BMW wil ik vanavond ook de inwonersadviescommissie ontslaan van hun taak en hun werkzaamheden. Maar ik nodig ze tegelijkertijd uit om toe te zien en om te kijken hoe raad en college het stokje overnemen en het werk van de inwonersadviescommissie verder brengen. En daarbij heb ik ook nog wel een verzoek van, ja, mocht het zo zijn dat BMW of de raad of de ambtelijke organisatie op enig moment nog even wil terugvallen op het denken en doen en het formuleren van de inwonersadviescommissie als het gaat om bepaalde voorstellen,
dan hopen we dat leden daarvan nog beschikbaar zijn als vraagbaak bij ons. En dat ze bereid zijn ons een handje verder te helpen. Dat zouden we zeer waarderen. En het kan ons helpen bij de gemeente in politiek en bestuur om de voorstellen van de inwonersadviescommissie nog beter te laten landen. En ja, alles is digitaal gegaan. Het kwam zo even, Suzanne, jij noemde het al, aan de orde. We zien er natuurlijk naar uit. Frans Bromet maakt een documentaire over het hele traject vanaf begin dit jaar tot en met de begrotingsbehandeling in november. En wat zie ik er naar uit? Aan het eind van het jaar, stel, ook een droom van mijn kant, dat we in een grote theaterzaal de première gaan beleven van de documentaire die gaat over het burgerberaad Zeister, de inwonersadviescommissie. Daar zie ik echt van harte naar uit. En ik denk met jou twee. We hebben de presentaties gehad. De IAC heeft het eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad en het college. Burgemeester Koos Jansen, nogmaals het woord. Ja, ik neem nog een laatste aanloopje vanavond. Microfoon, ja. Ik neem nog een laatste aanloopje vanavond. Ik zeg nogmaals dank u wel. Toen we enkele maanden geleden begonnen met de eerste ideeën rond de inwonersadviescommissie, ja, had ik niet kunnen vermoeden dat dat zoveel positieve energie uit de samenleving zou losmaken. Het enthousiasme bij de gemeenteraad en zeker ook de geweldige respons van de inwoners, bijna 1000 mensen die zomaar bereid waren dagen te investeren in de samenleving in hun gemeente, ja, dan zeg je dat is gewoon overweldigend geweest. Bijna 1000 mensen die wilden ervaren wat het echt betekent om burger, om inwoner te zijn. En dan 150 mensen die dat in de praktijk hebben gebracht. Ik vind dat ontzettend hoopvol. Ik wil de leden van de inwonersadviescommissie daarom uit de grond van mijn hart bedanken. Bedanken voor het vele werk wat ze gedaan hebben. Voor hun energie, voor hun kennis en kunde, voor hun enthousiasme, hun positiviteit en hun inzet. En dat spreek ik graag uit namens de gemeenteraad en het college van BNW en namens de medewerkers van de gemeente. Volgens mij hebben we als mensen hier allemaal van geleerd, van dit proces en van elkaar. We hebben nieuwe contacten en nieuwe kennis opgedaan en onze eigen kijk van alle kanten opnieuw verbreed. Die ervaring zal ook onze eigen gemeentelijke organisatie inspireren en verder brengen op het vlak van participatie. Het helpt ons om nog beter de verbinding met de samenleving te maken. Leden van de inwonersadviescommissie, dames en heren, u heeft zich aangemeld in november 2020. U bent ingelood en geïnformeerd in december. U bent geïnstalleerd in januari en ging daarna volop aan het werk. En tussentijds praatte u de raad bij in februari. En nu, dinsdag 30 maart 2021, presenteert u de voorstellen als een advies van de inwonersadviescommissie aan de gemeenteraad en aan het college van BNW. En dus een presentatie aan iedereen, inwoners en ondernemers in het openbaar. De presentatie voltooid. Een geweldige, energiek en inspirerend karwei is door de inwonersadviescommissie geklaard. Onze waardering en bewondering is groot. Dit alles is gerealiseerd in coronatijd. Dus zonder fysieke ontmoetingen. Alles heeft digitaal plaatsgevonden. Alleen al die digitale vorm dwingt bij ons veel respect en waardering af. Dat geeft ons trots. Trots voor betrokken inwoners en begeleiders. En dat geldt ook voor de interne ICT-medewerkers en de externe professionals die dat technisch allemaal hebben mogelijk gemaakt en hebben begeleid. En ik wil Ritske van der Heijden van het bureau Haagse Beek daarbij speciaal noemen. Beste inwoners, ik heb u mogen installeren en namens de gemeenteraad en het college van BNW nu, vanavond,
Mag ik u ontslaan van uw taak? Mag ik de ontbinding van de inwonersadviescommissie markeren? Ik zeg u nogmaals, dank u wel. Ik zie applaus in het beeldscherm, heel mooi. Ik zie de slingers van Heinrich van Kippersluis ook nog steeds. Ik zie de klok bij Marcel Fluitman, dat het de klok bijna 9:30 raakt. Dus wij komen ook tot de afsluiting van deze avond, van deze feestelijke avond. Een hele mooie avond waarop de ISC haar werk heeft gepresenteerd. Waarbij de ISC het werk heeft overhandigd aan college en gemeenteraadsleden. Waarbij gemeenteraadsleden en college het heeft aangenomen met woorden. En ik wil iedereen hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, zowel in deze bijeenkomst, maar ook de kijkers die via Slotstad TV of via YouTube kijken. Wilt u blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Samen in Balans via www.zeist.nl/samen in balans. En ik hoop u alle weer te zien bij vervolg van dit hele traject bij de raadsvergaderingen van de kadernota. En van de begroting in november. Tot slot. Ik heb mijn drankje ingeschonken. Zodat iedereen het heeft. We wachten nog even. Dat we kunnen zien dat iedereen het heeft. Hè, Suzanne. Ja, ik zie. Onze klus voor vanavond zit er ook op. Hè? Ja, zeker. Is het je bevallen? Het is me bevallen, zeker. Mij ook. Mij ook. Het is goed om te horen. We hebben het glas op een mooi proces, op een heel mooi vervolg. En we blijven in contact met elkaar. Proost. Gezondheid proost. Voor allen. Gezondheid proost. Voor allen. En dank. Proost. Gezondheid. Ja, gezondheid en proost. Niet voor bier. Hiermee sluit ik de avond af. Bedankt iedereen.